Bevrijd zijn, maar niet echt vrij zijn. Geëvacueerd. Weg van huis en haard. Heel even ruiken aan een vrijheid die verder weg lijkt dan ooit. Kun je echt vrij zijn als anderen dat niet zijn? Vrijheid in gebondenheid. Op 21 september 1944 ontsnapt Batenburg aan een grote ramp. Operatie Market Garden is dan 4 dagen bezig. En een Short Stirling bommenwerper op de terugweg van een bevoorradingsvlucht boven Oosterbeek wordt neergeschoten door een Duitse jager. En die Stirling die koerst recht op Batenburg af. Aan de overkant staat een boom, daar is ook een kleine witte plaat op aangebracht van dat als tip, zeg maar, dat hij daar voor die boom in de Maas is terechtgekomen. Dat is natuurlijk ook een ongeveer plaats. Ze waren van Engeland af komen vliegen met bevoorradingsspullen voor het leger, wat dus bij Arnhem gingen dan met een boog dus terug over Brabant en naar, want dat was al bevrijd, hè. Ja. Ten noorden van de Waal en de Rijn was nog niet bevrijd. Dus konden zo op die manier, op een veilige manier, dus terugkomen. Maar er waren natuurlijk toch nog Messerschmitts Duitse vliegtuigen die dus inderdaad dan de bevoorradingsvliegtuigen achterna zaten. En toen werd dus inderdaad dit vliegtuig werd geraakt van achteraf, omdat er dus 2 Duitse vliegtuigen achter zaten. En dus zag je hem vanaf daar, nadat hij geraakt was, brandend aankomen vliegen? Ja, toen, er waren in ieder geval hier mensen aanwezig, met name op de dijk ook. Die dus inderdaad, je hoorde natuurlijk inderdaad vliegtuigen al aankomen. Maar toen zagen ze dat het inderdaad ook brandend eraan kwam. En eigenlijk al met schrik hun hart vast van het komt eigenlijk bovenop Batenburg terecht. Maar de piloten hebben dus inderdaad samen besloten heel snel om het onheil te voorkomen. Het vliegtuig naar links te trekken en dan toch maar te laten landen, zeg maar, in de Maas. In de hoop dat ze, zeg maar, een soort van glijlanding zouden kunnen maken. Eerst de start en op die manier zouden we dus afremmen. Doordat ze dus inderdaad en al aan het branden waren en snel hoogte verliezen, is het gewoon een vrije val geworden op het laatste moment. En is het inderdaad in stukken gebroken op het moment dat ze dus het water raakten. 6 mensen hebben dat niet overleefd. Nee, er zaten dus 3 wel. Hoe kwam dat? Want er kwam hulp vanaf hier, vanaf de dijk, hè? In ieder geval een van de mensen, Hartog de Gelder. Dat was een circusdirecteur die hier stond te verpozen, zeg maar, met een van zijn knechten. En die is dus inderdaad gelijk de Maas ingesprongen om naar het vliegtuig toe te zwemmen. En had een mes ook bij zich en heeft dus inderdaad in het vliegtuig een paar mensen los kunnen snijden. Alleen voor Condry Kentler, de man die dan hier begraven is, is dat niet gelukt. Maar hij heeft in ieder geval, doordat hij 3 mensen mee heeft los kunnen snijden, 3 mensen gered. Hij heeft dus inderdaad ook een medaille van de Engelse regering daarvoor gekregen. Condry Kentler, je noemt hem al. Ja, dat is dus inderdaad de tweede piloot, de co-piloot. En die heeft het dus niet gered. En die is dus inderdaad hier in Batenburg achtergebleven. En hier op de gewone plaatselijke begraafplaats, op de katholieke kerkhof, begraven. Hij is door Batenburgers begraven dan dus eigenlijk? Door Batenburgers begraven, inderdaad. Maar dan is dit dus eigenlijk een van de mannen die Batenburg voor een ramp behoed heeft? Ja, zeker. Ja. Ja, dat toch, een helder daad. Dat kun je zeker stellen. Zijn vader is dus inderdaad ook een paar jaar na de oorlog in Batenburg bij het graf geweest. En nog weer later zijn nog steeds familieleden naar Batenburg gekomen. 2 jaar geleden was er zelfs een gezelschap van een man of
14 zelfs, die dus inderdaad met neven en nichten dus inderdaad allemaal nog naar deze plek kwamen. Straks het verhaal van de evacuatie van Groesbeek. Bevrijd zijn, maar nog steeds niet vrij zijn. Max Wolf was in 1945 betrokken bij de aanleg van de militaire begraafplaats in Oosterbeek. Zijn taak was het opgraven, identificeren en herbegraven van gevallen militairen in de wijde omgeving van Arnhem. Na 4 jaar van onderduik en vlucht werd ik als 18-jarige in Normandië in de buurt van Caen uiteindelijk bevrijd door de Engelsen. Ik heb me toen als oorlogsvrijwilliger aangemeld en werd overgebracht naar Engeland. Omdat hij Frans, Duits en Engels spreekt, wordt hij aangesteld als tolk bij een Engels regiment. Na een korte opleiding ben ik geland in Frankrijk en ben met onderdelen van dit verkenningsregiment door Frankrijk getrokken naar België. Bij de bevrijding van Brussel geweest en kwam uiteindelijk terecht in Heusden aan de Maas. Toen werd ik gedetacheerd bij de 627e regiment van de artillerie. Half december 1944 begon het Van Roenstedt-offensief. Een ramp, de Amerikanen zijn volledig onder de voet gelopen. Bastogne was omsingeld. En op een gegeven moment hebben de Amerikanen de hulp ingeroepen van de Engelse artillerie. En wij zijn met een aantal batterijen getrokken de Ardennen in de buurt van Houffalize. En daar hebben we ondersteunend vuur gegeven dag en nacht. Dat is ook de plek waar ik mijn gehoor ben kwijtgeraakt. Het weer was uitzonderlijk slecht. Er lag ruim een meter sneeuw, het was 20 graden onder nul. Amerikanen, nog wij, waren hier opgekleed. En rond kerstmis 1944 werd het beter weer. Kon de Engelse en Amerikaanse luchtmacht die kon aanvallen uitvoeren op de Duitse tanks. En werd dus de omsingeling van Bastogne verbroken. Na de Ardennen trekt Max met de Engelsen naar Groesbeek voor operatie Veritable, de slag om het Reichswald. Na die slag wordt hij toegevoegd aan een Canadese transporteenheid die voedsel en medicijnen moet brengen naar het pas bevrijde concentratiekamp Bergen-Belsen. En toen was de oorlog eigenlijk bijna afgelopen. Het was inmiddels rond 10 of 15 april. En heb ik overplaatsing aangevraagd naar Arnhem, omdat ik daar geboren was. Max gaat aan de slag bij het identificatieteam van een Engelse berging- en opgravingsdienst. In eerste plaats moest er een plek gevonden worden waar de soldaten begraven zouden worden. Dus een begraafplaats. In de tweede plaats was er een uitzonderlijk zware omstandigheden, omdat het hele gebied waar de gesneuvelden lagen 8 maanden lang sperrgebied was geweest. Met het gevolg dat de jongens gevallen zijn, begraven zijn naast of in vliegtuigen. In massagraven, bij huizen, in tuinen, in de uiterwaarden. Er moest dus met de meeste spoed een opgave gemaakt worden van de locaties waar al deze mensen lagen. Hoe zag het hieruit? Wat trof u aan? Desolaat. U moet zich voorstellen, er was enorm veel beschadigd. Het terrein was 8 maanden niet betreden geweest. Het was een chaos. Nou zijn dus, ik heb veel chaos gezien tijdens mijn periode in de oorlog, maar dit was verschrikkelijk. Dat heeft toen een enorme indruk gemaakt. En je weet wat er gebeuren moet. De noodzaak was het aanleg van deze begraafplaats, zo snel mogelijk het lokaliseren van de gevallenen en het begraven en identificeren. Dat is extra moeilijk geweest, omdat de jongens er al 7, 8, 9 maanden lagen.
En dus de meeste van hun in een verregaande staat van ontbinding verkeerden. En vele van hun waren ernstig verbrand. Dat is ook het gevolg dat er op deze begraafplaats eigenlijk procentueel veel onbekende graven liggen. Of graven met onbekende namen. Unknown to God. Ja. Zoals we hier nu zitten, bent u er trots op dat u heeft mogen kunnen meewerken aan de totstandkoming van deze begraafplaats? Ja. Ja, dat is mijn hele leven een grote voldoening geweest. Dat ik nog iets heb kunnen betekenen en voor al die voor onze vrijheid gevallen zijn. Komende vrijdag herdenkt Ede de slachtoffers van het geallieerde bombardement in 1944. Een bombardement dat bedoeld is om de weg te effenen voor operatie Market Garden, maar dat onbedoeld tientallen burgers het leven kost. Drie scholen hebben het monument geadopteerd en dragen het bij de herdenking aan elkaar over door gedichten voor te dragen. Maar dan moeten de kinderen natuurlijk wel weten wat er precies is gebeurd. Zondag 17 september 1944 is een heel zwaar bombardement op Ede geweest. Wij zijn van de luchtbeschermingsdienst. En we zijn nu al 2 dagen bezig om die slachtoffers van het bombardement te zoeken, te verzorgen, naar hospitalen te brengen. In het puin ruimen. We zijn heel erg moe. Ze waren dan een soort reddingswerkers en ze vertelden hoe het hier in Ede ging op een datum in september. Weet je die datum nog? 19 of 17. Vanuit Arnhem, de richting Arnhem, kwamen ze naar Ede. En die bommen die kwamen allemaal terecht op de kazernes. En die bommen die kwamen terecht op de Enka en in Ede-Zuid. Even later kwamen er weer 6 vliegtuigen aan. En ook die gooiden weer bommen. En om 12 uur... voor de 3e keer, weer 6 vliegtuigen, weer bommen. De Engelsen die kwamen ons land binnen om op de Duitsers te schieten. Alleen omdat het zo mistig was en ze het niet zo goed dan onder controle hadden, kwamen de bombardementen ook op, zeg maar, de burgers. Sommige mensen hadden geluk gehad. Zoals bij de vissenhandel Waaienberg. Daar is de bom net naast het huis gevallen, een enorme kuil. Maar gelukkig geen slachtoffers. Maar sommige mensen, daar hoefde je niet meer voor te zorgen. Die waren dood. En er waren in Ede 71 doden. Ooit gehoord van de koepelschool? Ja. Daar werden alle mensen naartoe gestuurd die geen huis meer hadden. En daar konden ze voorlopig even blijven wonen. Dat was onze school. Dus dat is wel gek dat gewoon deze school dan, ja, zulke dingen zijn gebeurd. 'S middags Engelse bommenwerpers die overkwamen. En al die vliegtuigen gooiden weer bommen. Je voelde de grond gewoon trillen. Alles bewoog. Wat we begrepen hebben, is dat er gistermiddag zo'n 250 bommen gegooid zijn. En gistermorgen meer dan 500. Wat een mist. Slecht zicht. Waar zijn de kazernes? We moeten de Jerry's raken. Ik moet goed mikken, anders raak ik nog burgers. Dat mag niet gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat dat zou gebeuren. Boom! De bommen zijn gevallen. Dat het goed is dat hij nu vrijheid is. En dat er nooit meer oorlog mag komen. Daar zaten ze dan, moeder en dochter schuilend voor de bommen. Ze klommen in hun schuilplaats, ze waren doodsbang. Boom, daar viel een bom, alles bewoog. Het meisje klom uit de schuilplaats. Boom, de moeder schrok, haar dochter was buiten. Het meisje was geraakt door de bom,
Haar moeder kon het niet geloven. Haar dochter was geraakt. Ik snap het niet. Dat we blij moeten zijn, zegt maar dat wij niet nu in die tijd leven. En dat, ja, dat wat hun allemaal hebben meegemaakt, dat heel heftig is. Oorlog is stom. Ik snap niet waarom. Waarom moesten onschuldige mensen lijden? Waarom zij en waarom niet wij? Gelukkig ben ik vrij. Ik ben dankbaar. Zou ik hetzelfde doen? En dat was het. September 1944. Operatie Market Garden. Bij Groesbeek landen duizenden Amerikaanse parachutisten. En heel Groesbeek denkt, we zijn bevrijd. Alle mensen dachten dat. Alle mensen dachten, we zijn mooi vrij. Thijs Jansen is dan een jongen van 13 jaar. Vanaf de ouderlijke boerderij aan de grafwegen in Bredeweg ziet hij de bevrijders landen. Maar de vreugde en vrijheid zijn van korte duur. Toen was het al heel gauw dat de Duitsers die kwamen die maandag in de Bredeweg al vechten. Bij mijn oom, daar werd de boerderij in aangestoken. En later gingen we de kelders ingegaan. Daar zijn we gebleven. Ik kreeg regelmatig bezoek van Duitse militairen overdag, hoor, dat wel. Maar dan gingen ze kijken of er iets van Amerikanen zaten. Ja. Hè? De situatie wordt langzaam maar zeker ondraaglijk. En de inwoners van Bredeweg moeten op last van de burgemeester evacueren. De hele grafwege kreeg op een bepaald moment, 26 september 1944, evacueren. En mijn vader had een kruiwagen met een grote mand. Zo'n grote mand, zo. Had hij op de kruiwagen gezet. Maar die was niet te kruien, zo zwaar als dat was. Had hij al een keer gekruid. We hadden een knecht erbij, die kruide ook nog. Maar toen zei hij op een bepaald moment, toen waren we net op de grafwegen. Wat er gebeurd zei, als schiet het me dood, ik ga kar en paard halen. En heeft hij kar en paard gehaald. Het was ontzettend zwaar, was het. Ja, maar had u geen idee hoe het ging aflopen? Dus hij dacht, nee, dat zoveel mogelijk meenemen. Totaal niks. Weet je wat ze zeiden? Een paar dagen, dan zijn we allemaal terug. Want de hoofdmacht stond op doorbreken om alles te bevrijden. Maar het kwam niks. Er bleef allemaal zoals het was. Het was een hele akelige. Als je buiten kwam, was het altijd een beetje herrie zo. Het was allemaal hartstikke stil, was het altijd. Thijs en zijn familie komen aan de Kolonjes in Groesbeek terecht. Maar ook daar wordt zo heftig gevochten dat de familie opnieuw moet evacueren. Een kar met helemaal vol kinderen. Twee koeien erachter. Als ze konden, dan deze een touw vasthouden. Dat ging niet altijd, maar dat ging toch vrij goed, hoor. En drie paarden. Dat gingen we richting Wiegen. Ja. En hoe lang deed je daarover? Want dat is het was toen we s'avonds toch daar kwamen. Mijn vader dacht, die ken ik, daar ga ik naartoe. Ja, het was al een beetje schemerend worden. We moeten toch ergens. Hij is maar gewoon ergens naartoe gegaan. De familie Giesbers. De familie Giesbers uit Wiegense Hei. Daar zijn we terechtgekomen. Maar ook in Wiegen kan de familie Jansen niet blijven. Via Sint Agatha en Haps komen ze uiteindelijk in Kuik terecht. Als ze in april 1945 terug naar Groesbeek mogen, dan treffen ze een verwoest dorp aan. En tot overmaat van ramp ligt het buitengebied ook nog eens bezaaid met mijnen. Hey, alles kapot. Alles kapot. Alles in elkaar geduwd en zo. Al de kippenhokken, al de machines. Maar moet dat een vreselijk aangezicht zijn voor je vader? Hij is ook. Ja, dat heeft een vreselijk aangezicht was dat eigenlijk. Hoor. Ja, maar ze zat iedereen. Iedereen zat zo. Ja. En toen? Want, toen zijn wij langzamerhand. Toch maar weer begonnen. We hebben de gebroeders van de Pol. Die hebben een kippenhok gebouwd. Daarmee, ik denk als aan de grens. Aan de grens van die. Ja, waar die boom, die twee boompjes staan. Ik denk dat die een kippenhok neergezet voor. Als een soort van noodwoning. Ja. En toen, want de boerderij die moest teruggebouwd. Ja, maar dat duurde heel lang hoor. Dat is pas in 1949 gebeurd. Daar werd eerst een noodstal gebouwd en een noodwoning eerst ook nog gebouwd. De weilanden werden in orde gemaakt.
met de afrassing van het, wat de Duits gebruikten voor versperringen en zo, dat gebruikten we daarvoor. Er werd de haver gezaaid, wat eigenlijk te laat was. Haver, die moet je een half maart zaaien, maar het was inmiddels half april. Daar werd aardappelen gepoot en bieten gezaaid. In dat gedeelte van de boerderij lag een veldweg doorheen. En we hadden ook al heel gauw in de gaten dat er geen mijnen lagen hier. Dit gedeelte, vandaar, waren er helemaal geen mijnen. Daar, waar de boerderij staat, daar wel. Ik kwam landbouwherstel, kwam alles in orde maken. En die zei op een bepaald moment, meneer Jansen, het is gereed, je kunt hier beginnen op het land. Maar toen gingen ze later nog eens echt goed controleren. Toen pikten ze nog 7 tankmijnen eraf. Eerst met de klas, met de school, kwamen we hier iedere jaar met Mohel D bloemetjes brengen. Daarna met mijn grootouders, die hebben een forse vak en graf geadopteerd. Ja, en dan liep je hier rond en dan zag je wel plekken waar nooit geen bloemetje lag. En toen kwam de gedachte van, goh, laat ik eens kijken of ik dat ook kan gaan doen. Mijn zus heeft het graf van mijn grootouders overgenomen en wij hebben er inmiddels 4. En van hem, van Herman Peck, daar hadden we eigenlijk heel weinig informatie van. Konden we ook niet krijgen in eerste instantie. Ja, er was geen computer, er was niks natuurlijk. Ik wist de naam, dat wist ik. En dat was het eigenlijk. Zijn geboortedatum en een sterfdatum. Hij is in Groesbeek geland. Ik dacht dat hij bij het 505e infanterieregiment gezeten heeft. En hij heeft gevochten op de Kiekberg bij Plasmolen en daar is hij overleden. En dat was een gebied waar heel veel Duitsers zaten en dat gebied moest geklaard worden van de Duitsers. En er is vreselijk gevochten en er zijn ook veel militairen gesleuveld destijds. Dat was in september en pas veel later is hij hier begraven, want het was oorlogsgebied en hij kon niet vervoerd worden waarschijnlijk. Want er is een groot verschil tussen de dag van overlijden. Ik meen de 28 of 29 september en hij is pas hier 9 oktober of zo begraven, dus dagen later. En hier staat Herman Peck gemeld. Hij lag in plot E, rij 2, graf de 29. En hij is gestorven op 29 september 1944. En dus toen Market Garden min of meer afgelopen was. Hij lag dus in plot E. En plot E op deze begraafplaats. Dat was dit plot hiervoor. November 1947 zijn ze begonnen met het ruimen van de graven hier. En toen kregen de Amerikanen die kregen de mogelijkheid om de gevallenen te begraven in Amerika of in Margraten. En die Herman Peck die is dus in Margraten begraven. Wat bent u wel te weten gekomen van Herman Peck? Ja, dat hij eerst is, in de buurt van Nijmegen is overleden, dat hij daar ook begraven is. Dat hij getrouwd was, een vrouw had. En dat was eigenlijk zijn ouders en had 1 zus. Ja, dat was wat we wisten. En dat hij 27 jaar was. Ja, het was heel semier, maar dit beetje hadden we. Maar we hebben geen contact met die familie kunnen krijgen. Of daar nog iets van is, is voor ons momenteel een grote vraag. Maar het is zo, ja, er wordt een gedachte en dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Vrijheid, echte vrijheid, die beleef je in gebondenheid. Het besef dat je niet echt vrij kunt zijn als dat ten koste gaat van de ander. Het besef ook dat voor die vrijheid mensen gesneuveld zijn. En dat die vrijheid dus een prijs heeft die niet in geld wordt uitgedrukt. Dit was 75 jaar vrijheid. Graag tot volgende week.